Deze kerstlampjes zijn niet de enige die de Kamperfoelielaan in Stratum verlichten. In afwachting van de sloop zijn de leegstaande huizen aan de Boulevard Zuid voorzien van een verlichte winkeletalage. Ik woon hier zelf als buurtbewoner. Ik heb aan de overkant gezien met de sloop wat dat kan brengen. Dat is echt niet zo'n fijn beeld. Dus wij hebben toen bedacht om daar deze etalage in te zetten. Ook meteen een link te leggen tussen het oude en dadelijk het nieuwe straatbeeld. Want je ziet in die etalage dus de winkeliers die ook weer terugkomen in de nieuwbouw. Als je langs de etalages wandelt of rijdt, springen de lampen aan en komt de etalage tot leven. Als ik nou ga bewegen voor de sensor, dan gaat de föhn ook aan. En dan zie je dus het einde vaak van een kappersbezoek. En dat is het föhnen van het haar in model. 10 etalages vertellen elk hun eigen verhaal. Nou, hier zijn we bij de volgende etalage aanbeland. Dit is van de boekhandel die hier om de hoek zit. En wat we hier geprobeerd hebben te doen is een tour te geven in feite langs alle boeken en alle spulletjes die hij daar heeft. En de buurtbewoners zien de buurt zo even opfleuren. Ja, ik vind het wel hartstikke leuk. Dan zie je meer en beter als bij ons in de straten. Ik heb eerder in sloopwoningen gewoond en normaal gesproken als iedereen zo vertrekt uit de straat, dan is het heb je het idee alsof er een oorlog is geweest. En nou is het tenminste een beetje verlicht en als je er langs loopt dan gebeuren er van allerlei dingen. De etalages blijven nog tot 23 januari. Daarna gaan de sloophuizen tegen de vlakte en eind 2016 moet het nieuwe winkelgebied klaar zijn.